Ik denk dat je als mens moet begrijpen dat de andere wordt nooit jou. Je moet de andere in zijn of haar eigenheid respecteren. Want het probleem is bij de meeste van problemen, de man wil hebben dat de vrouw als een soort slavin moest reageren. En omgekeerd wil de vrouw de man de hele dag zien. Dit is volgens dominee Edgar Loswijk een van de geheimen voor een succesvol huwelijk. Het echtpaar Loswijk-Smit heeft gisteren haar 50-jarig huwelijk gevierd. Uit het huwelijk zijn er 4 jongens voortgekomen en een geadopteerde dochter. Het echtpaar is het met elkaar eens dat binnen het huwelijk er begrip voor elkaar moet zijn. En bij het opvoeden van kinderen ouders op één lijn met elkaar moeten staan. Zowel Henna Loswijk-Smit als haar man hebben een boodschap voor jonge koppels. Het belangrijkste is trouw zijn aan elkaar, eerlijkheid. Volgens mij is dat het belangrijkste, eerlijkheid, trouw zijn aan elkaar. Als de ene iets zegt, dan moet je zonder bijgedachten weten, het is inderdaad zo. En als je die dingen weet, dan kom je niet in de problemen. Je moet nooit je vrouw voor de kinderen beledigen of slaan. Ik kan me nooit een dag herinneren. Soms word ik een beetje boos, laten we eerlijk zijn met mens. Maar onze kinderen zijn getraind. Als ik een beetje boos word en ik zou een woord zeggen, dan zeiden ze, pa, je hebt ons zelf geleerd dat je bepaalde grove termen niet moet gebruiken. En dan bied ik mijn verontschuldiging aan. Want ze stonden erop dat je het moet doen. En dan zeg je sorry, het was een slip of the tongue, dat mag ik niet doen. Maar dat is belangrijk, dat je die kinderen de ruimte. Sommige vaders zeggen, nee, minabaas, nee. Bij ons was het niet zo. Ondanks je strengheid waren er grenzen. Als je grenzen hebt gesteld, dan moet jij je ook eraan houden. Dus dat, en we hadden ook afgesproken, mevrouw en ik, wij waren één lijn. Want soms zie je, ma zegt nee, dan gaat het kind bij papa zeggen ja. Dat soort grapjes, dat deden we niet. Nee bij ma was nee bij pa. Dat was onze policy. En als die kinderen dat weten, krijg je geen gekke dingen. Want dat is een hoofdpijn in vele gezinnen. Edgar en Henna vertellen dat er geen voorkeur bestond bij hun kinderen. Iedereen werd op dezelfde manier behandeld en iedereen heeft evenveel liefde gehad. De kinderen beamen dit ook. Ze vertellen dat hoewel ze een strenge opvoeding hebben gehad, ze altijd de vrijheid hebben gehad zich te ontwikkelen. Het heeft in elk geval niet voor gezorgd dat onze creativiteit is afgenomen. Juist niet, want we konden praten over verschillende ideeën. En ja, je kan zien dat wanneer we bijvoorbeeld op een feestje zijn, we beginnen te praten over een bepaald onderwerp, politiek of sociaal-economische dingen, dat ja, het is niet omdat vader zo heeft gezegd dat je zo moet denken. Nee, we hebben verschillende meningen. Het is net als bijvoorbeeld nu ook in de politiek. Sommigen zijn voor bepaalde dingen, anderen zijn tegen. Maar het maakt niet uit. We zijn één gezin en je mag verschillende meningen hebben. We bedanken ze voor de tijd en energie die ze in ons gestopt hebben. Het resultaat is daar. We zijn dankbaar dat we deel mochten zijn van deze 50 jaren. En we hopen dat er nog heel veel meer jaren erachteraan geplakt worden. We gaan voor diamant nu. Het 50-jarig huwelijk van het echtpaar Loswijk-Smit is niet erkend door de staat. Bij de viering van het gouden huwelijk in de kapel van het Diaconessenhuis was er daarom geen vertegenwoordiger van de staat aanwezig. Van het districtscommissariaat hebben zij vernomen dat dit komt omdat ze in Nederland zijn getrouwd en hun huwelijk niet in Suriname staat ingeschreven.